dat proberen vooral die Oekraïnse vluchtelingen eigenlijk te integreren in onze ploegen. Zowel U13 als U9, om er eigenlijk voor te zorgen dat die jongens ook op hun manier kunnen sporten en kunnen voetballen en het plezier kunnen beleven bij het voetballen. We proberen hen gewoon te integreren, zodat zij ook op een normale manier, zoals de andere jongens of meisjes hier in de club, kunnen sporten en kunnen voetballen. Dat is voor ons het belangrijkste. Ze doen zeker hun best, maar we merken wel natuurlijk met de taalbarrière dat er soms is, dat ze het soms moeilijk snappen. Maar ook daar gaan onze trainers eigenlijk heel goed mee om. En die proberen echt desnoods met voorbeelden of het voor te doen, die jongens te laten zien hoe dat ze het moeten doen en hoe dat ze moeten spelen. En we zien ook wel dat er effectief progressie is in hun spel. Ja, die training gaat heel leuk. Dus ik vind het ook wel leuk dat die met ons mee komen trainen. En dat is ook leuk dat die bij in de groep kunnen. Die lachen veel en die praten ook soms wel Engels met ons. En dat is wel leuk. Naast het voetballen proberen we ze de Nederlandse taal aan te leren. Met behulp van boekjes die dat we gekregen hebben. En zo proberen we hen te ondersteunen om die Nederlandse taal wat machtiger te maken. En ervoor te zorgen dat ze iets met sneller mee zijn met alles wat er wordt uitgelegd hier op het plein of naast het plein. Очень нравится, потому что я могу поддерживать свою физическую форму и учусь играть намного сильнее, могу ставать. Тренируюсь, становиться сильнее. Well, actually, I would like to say thank you very much to this club because it was we received an enormous support. They helped us with all the equipment, with the shoes, with the clothes, with everything. How they welcomed the boy and what they have done, it's an enormous job. We are really very grateful for all the support and help from this club. Iedereen is welkom bij ons. Wij maken geen onderscheid. Onze deur staat voor jou open. Word jij onze ploeggenoot?